Met haar 29 jaar staat er al veel op haar cv. Medeoprichter van Coalitie Ei, voormalig presentatrice van Op 1 en een van de jongste leden van de Raad van Toezicht. Vandaag in het bonusprogramma Talita Muze. Laten we beginnen. Hallo Talita, wat leuk dat je er bent. Superleuk om er te zijn. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Inmiddels weer. Ja, boven water na een hele stormachtige periode. Dat moet ik wel eerlijk bekennen. Het was wel stormachtig. Ja. Maar nu gaat het goed. Gelukkig, goed om te horen. Daar komen we natuurlijk zo nog allemaal op. We beginnen het bonusprogramma altijd met een actualiteit. Ja. De afgelopen maandag was Mark Rutte de gast bij Nieuwsuur. Een veelbesproken interview. Heb je het een beetje gevolgd? Ik zat voor de buis met bord op schoot trouw te kijken naar de demissionair premier. Ja. Wat vond je ervan? Er is heel veel over gezegd, maar ik vond het was ten eerste wel wonderlijk, omdat deze hele politieke crisis gaat over die bestuurscultuur en alles wat er mis is gegaan onder de kabinetten Rutte met de toeslagenaffaire en de macht en de tegenmacht, et cetera, dat hele verhaal. Ja, dan gaat hij niet eerst met dat verhaal naar de Kamer, maar besluit hij om naar de media te gaan. Nou, dat kan dan nog als lijsttrekker van de VVD, maar de hele aankondiging, ook van Nieuwsuur zelf op Twitter, was echt als dat hij daar als premier zat en ook van een soort voorschot, wat gaat hij zo meteen doen als toekomstig premier? Ja, terwijl die vraag, dat is überhaupt nog een politieke vraag die vandaag in het debat beantwoord moest worden. Dus ik vond het wel een beetje een faux pas, zeg maar, van zowel Rutte als van Nieuwsuur om dit op deze manier te doen. Terwijl dit het gevoelige punt is op dit moment in de crisis. Ja, want Nieuwsuur is hierin natuurlijk het medium. Wat is de taak van de media in het politieke debat? Ja, ik ben heel benieuwd hoe jullie daar ook naar kijken als toekomstige generatie journalisten. Maar ik denk ook om controle te zijn van de macht. Hè. Het is toch, je hebt de regering, je hebt het parlement, dan heb je de ambtenarij en dan heb je toch de media, de journalistiek, om die machtscontrole uit te oefenen. Dus dat is denk ik heel belangrijk, ook een hoeder te zijn van de democratie en van het publieke debat. Ik denk dat de afgelopen periode wel heeft laten zien dat daar soms gewoon, er is ook kritiek op geuit, onder andere door Pieter Omtzigt, van zit soms niet die media of die journalistiek te dicht af en toe op de macht? Hebben ze daardoor niet te veel die rationale van de politiek of die logica van de politiek te veel overgenomen om echt op de momenten dat het toe doet, in deze echt politieke crisis, om dan een goede controlefunctie uit te oefenen? En dat is denk ik gewoon wel een vraag waarbij op dit moment de media de hand ook in eigen boezem moet steken van ja, hoe staan we er dan voor? Hebben we wel een gezond publiek debat? Ja. Hoe zien jullie dat? Ja, mooi. Nou, we hebben helaas geen tijd om daar te gaan. Ik ben ook benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Het blijft natuurlijk een moeilijke kwestie, maar we zitten hier voor jou. Ja. Dus we gaan eventjes beginnen bij jou. We beginnen bij een van je eerste mediaproducties. Voor Radio 2 maakte je een podcast over duurzame initiatieven. En daar hebben we een geluidsfragmentje van. Als in 2020 klimaatverandering niet is opgelost, dan stop ik ermee. Dat tweette ik in 2010. Inmiddels is het 2020 en klimaatverandering is nog lang niet opgelost. Toch wil ik er niet mee stoppen. Maar hoe hou ik hoop op een duurzame wereld? Mijn naam is Talita Muze en in deze eerste serie van een betere podcast praat ik met 10 prominente stemmen uit de wereld van duurzaamheid. Hoe houden zij hoop terwijl de wereld lijkt te vergaan? Nou, je bent veel bezig geweest met duurzaamheid en met de millennial generatie afgelopen tijd, afgelopen jaren. En je studeerde ook bedrijfskunde in Rotterdam en studeerde daar af op het onderwerp duurzaam leiderschap van de millennial generatie. Klopt. Waarom wilde je die podcast zo graag maken? Ja, goeie. Nou, dat heeft me inderdaad wel dit onderwerp al heel lang gefascineerd. Omdat wat je merkt in het publieke debat is dat de oudere generatie vooral aan het woord is als het gaat over klimaatverandering en duurzaamheid. Of het nou de politici zijn of de CEO's van de grote bedrijven. Terwijl het is onze generatie en de toekomstige generatie die de grote gevolgen ervan gaat ondervinden. En wij zijn ook de laatste generatie die nu nog acties kunnen ondernemen om überhaupt binnen die 2, liefst 1,5 graden opwarming te blijven. En ik miste gewoon heel erg ook het perspectief van de jongere generatie op dit thema. En daarom heb ik de afgelopen jaren me daar heel erg voor ingezet. Van ja, wij jongeren moeten juist prominent in dat publieke debat aanwezig zijn. En in deze podcast was ook nog de bedoeling om eigenlijk de link te leggen tussen, noem het wat meer, daarom was het ook met de EO, spiritualiteit, levensbeschouwing en duurzaamheid. Omdat ik denk dat we het heel vaak hebben over de technische oplossingen van de duurzame transitie, windmolenparken, zonnepanelen. Maar het is eigenlijk een moreel vraagstuk. Het is hoe willen we samenleven met deze planeet? Kunnen we dat in harmonie
En wat vraagt dat van onze eigen levensstijl, van onze eigen waarden en onze eigen overtuigingen. Ja. Ja. En is dat iets wat je van huis uit hebt meegekregen? Ja, min of meer. Mijn ouders waren niet per se van die enorme hippies of zo, dat echt alles duurzaam was. Maar ik ben wel, mijn moeder is Peruaanse en die is wel echt opgegroeid gewoon in een klein huisje midden in een gebergte in Peru op 8 uur rijden van de grote stad. Mm-hmm. En die is wel echt helemaal opgegroeid in de natuur, weet je, in een zelfvoorzienende manier. En zij heeft wel heel erg van haar familie en vanuit haar achtergrond, die dat in harmonie samenleven met de natuur, dat heeft ze wel heel erg ook weer aan mij kunnen doorgeven. Ja. Ja, en waarom ben je dan zoveel met die generaties ook bezig? Ja, waarom ben ik? Ik ben eigenlijk echt geobsedeerd, zou je kunnen zeggen, door, ja, door die generaties. Nou, omdat iets wat mij dus heel erg fascineert, misschien herkennen jullie dat ook wel, is dat je, nou, op een gegeven moment word je wat ouder, word je volwassen, ben je een tiener. En dan kom je daar, kijk je op een gegeven moment, kom je zeker, dat gaat zeker gebeuren als je in 20er jaren raakt. Dan kijk je naar je ouders en dan denk je eigenlijk van, eerst waren het een soort van helden of heiligen. En dan op een gegeven moment zie je van, hé, dat zijn gewoon mensen die allerlei keuzes hebben gemaakt. En al die keuzes bij elkaar opgeteld van de vorige generaties, ja, die hebben geleid tot de samenleving waar we nu in zitten. En dat is onze erfenis. Wij moeten, ze gaan zo meteen met pensioen, daar hebben ze al het recht op. En dan moeten we ervoor zorgen dat ze een goed pensioen hebben, een goed AOW. Zodat ze lekker kunnen uitrusten van hun actieve tijd in de samenleving. Maar wij zitten met een erfenis van de keuzes die de vorige generaties hebben gemaakt. En ik denk dat het soort van het bewust daarover zijn, dat helpt om na te denken van oké, dan hebben we die erfenis. En wat vinden wij daar iets, ja, van? Is dat de wereld, hè, vinden we dat een fijne wereld om in te leven? Is dat ook de wereld die wij weer aan onze kinderen willen gaan doorgeven? En wat is dan onze, ja, speelruimte om daarin het misschien anders te gaan doen? Ja, en deze interesses in generaties, duurzaamheid, milieu, ja, die heb je eigenlijk doorontwikkeld in je werk. Je richtte het bedrijf Blikverruimers op, ja, en maakte een duurzame jonge top 100... Daarna spreek je natuurlijk als dagvoorzitter namens de millennial generatie. En ja, was je als 22-jarige een van de jongsten bij de Raad van Toezicht. Over die Raad van Toezicht, kan je kort uitleggen wat daar jouw functie was? Ja, Raad van Toezicht, dat is eigenlijk dat zijn de toezichthouders op het bestuur. Dus een onderneming heeft een raad van bestuur. En dan zijn er eigenlijk nog een groep mensen die meer terugkijkend naar het verleden. Heeft de onderneming de juiste dingen gedaan? Hebben ze de cijfers behaald die ze wilden behalen? De targets, noem het maar op. Maar ook vooral naar de toekomst kijkt. Van wat is de missie en de strategie van deze organisatie? En ook, is deze organisatie er ook wel voor de samenleving, voor alle stakeholders? En die Raad van Toezicht is dus bij uitstek, denk ik, een plek waar ook jongeren een stoel zouden kunnen hebben. Omdat een onderneming is er volgens mij niet alleen maar om winst te maken, maar een onderneming bestaat ook in samenhang met de samenleving. En daarom is het denk ik heel belangrijk dat ook het perspectief van de jongeren in de samenleving ook daar gehoord worden. Ik bedoel, stel er zaten jongeren in de Raad van Commissarissen van Shell, dan denk ik dat daar echt, ja, andere besluiten en afwegingen, ja, gemaakt zouden worden over, hé, moeten we nou investeren in nog meer olieboorvelden? Of moeten we nu gaan investeren sneller in duurzame energie? Ik denk echt dat verschillende generaties in de top van een organisatie zorgen voor betere langetermijnbesluiten. Ja, en je was dus 22 toen je daar zat. Ja. Dat ben ik dan over 2 jaar. Hoe kom je daar terecht? Ja, weet ik nog niet. Maar ik vraag me heel erg af, hoe kom je daar? Hoe zorg je ervoor dat jij uiteindelijk op die plek mag? Ja, het is wel heel erg op een unieke manier gegaan, met heel veel geluk en toeval. Dus ik liep stage bij een organisatie, bij MVO Nederland. En dat was dus ook de organisatie waar ik in de RVT ging. En daar ben ik begonnen eigenlijk met het ontwikkelen van dat eerste platform, de Duurzame Jonge 100, om meer jongeren prominent in dat klimaatdebat te krijgen. En vanwege die activiteiten vroeg de toenmalige directeur van, zou je niet, nou, er komt een plek vrij in de Raad van Toezicht, zou je daar niet op willen solliciteren? En dat heb ik toen gedaan. Toen ben ik gewoon door de sollicitatieprocedure gegaan. Dan moet je een brief schrijven en een visiestuk en jezelf presenteren. En toen ben ik daar op aangenomen. Ja. Eerst met een jongerenstoel. Ze stond echt nog bij mijn stoel eigenlijk. Nou, niet letterlijk bij mijn stoel, maar er stond wel echt opgenomen zo van, nou, een jongere plek in de Raad van Toezicht. En toen na een jaar hebben we in die vergadering besloten van, je bent eigenlijk gewoon een volwaardig lid. Je bent niet alleen maar een soort van voor spek en bonen jongeren, maar je bent gewoon echt commissaris. Ja. Ja, en in 2020 stond je op plek 193 van de lijst van de 200 meest invloedrijke Nederlanders. Ja. We hebben hier ook het op de DOS staan. Ja, dat was wel heel bizar. Hele slechte foto van mij erbij trouwens. Zag je het al voor je als klein meisje dat je ooit op zo'n plek zou staan?
Nee, dit vond ik eigenlijk, van alle dingen die ik heb gedaan, vond ik dit wel een soort van het meest absurde. Waarom dan? Ja, omdat... Ja, moet ik dat dan zeggen? Omdat als je kijkt naar de mensen die ertussen staan, dan staan er gewoon heel veel meer oud-gedienden. Dus dat zijn dus inderdaad topbestuurders, CEO's, oud-politici, mensen die instituten vertegenwoordigen. En toen ik daar voor gekozen werd, dus dat was in december volgens mij inderdaad vorig jaar. Ja, ik ben zelfstandige, ik ben ondernemer, ik heb allerlei dingen opgericht, maar ik ben niet de vertegenwoordiger van een supergroot instituut. En ik vond het wel een hele positieve ontwikkeling, omdat ik dus denk van ja, macht anno nu is gewoon heel anders. Dat zit op andere plekken. Een influencer met 1 miljoen volgers, ja, dat is ook macht, dat is ook invloed. En ik denk dat daarom de Volkskrant wel een hele goede, ik zie dan mijn nominatie maar een beetje als symbool daarvan, een goede reflectie heeft gedaan van wat betekent eigenlijk macht in deze tijd. En daar kan dus ook een ZZP'er tussen belanden. Ja. Ja. Je bent eigenlijk de minst journalistieke gast die we dit jaar hier hebben gehad. Ja. Dat denk ik, ja. Ik heb geen journalistieke opleiding sowieso gedaan. En ja, ik ben inderdaad presentator wel geweest in het bedrijfsleven op dagvoorzitterschappen en congressen. Maar ik zie mezelf echt hoofdzakelijk als ondernemer, sociaal ondernemer. Ja, ja, want je ziet jezelf dus niet als journalist en je noemt jezelf dus ondernemer. Zeker, in de mediawereld ook. Ja, nou kijk, toen ik gevraagd werd voor op 1, werd ik ook gevraagd als presentator. Niet als journalist. Ik vind een presentator van een televisieprogramma is nog niet een journalist. Mm-hmm. Ja. Sven Kokkelman naast mij was heel duidelijk een journalist. Die is al heel zijn leven een journalist. Die heeft volgens mij ook hier of in Amsterdam gestudeerd. Dus die is heel duidelijk een journalist. Ik denk wel dat als je presentator bent van een televisieprogramma, waarin je bezighoudt met de actualiteit, want het is niet alleen maar een entertainmentprogramma, het is echt een actualiteitprogramma, dan moet je wel de journalistieke methode hanteren en gebruiken. En dat heb ik wel gedaan, dus dat maakte mij op dat moment wel de vertegenwoordiger van een semi-journalistiek programma. Het vindt niet echt een journalistiek programma, een semi-journalistiek programma. En om die methode dan te kunnen waarborgen, zeg maar, moet je daar een journalistieke opleiding voor hebben gedaan, volgens jou? Het zou wel helpen. Ik denk dat het wel goed zou zijn. Ik denk dat ik achteraf, zeg maar in een ideale wereld, was het zo gegaan dat ze me hadden gebeld van hey, zou je op 1 willen doen? Ja, oké, volgend jaar gaan we in de tussentijd lekker testopnames doen en oefenen. Krijg je van ons een opleiding journalistiek aangeboden, een master, niet om te niet te doen, want ik denk dat het heel veel jaren is, maar ik heb al een hele opleiding achter de rug. Maar ga in ieder geval een jaar bijvoorbeeld versneld een journalistieke opleiding doen om echt helemaal in het denken van een journalist te komen. Dat was natuurlijk nog beter geweest. Maar ik denk los daarvan dat ik wel echt in die uitzendingen heb laten zien en ook in de voorbereiding op de redactie, dat ik wel zoveel mogelijk heb geprobeerd die journalistieke methode. Van nou ja, hoor en wederhoor, proberen objectief alle argumenten en vanuit een neutrale houding naar thema's te kijken. Dat heb ik echt wel... zo integer mogelijk geprobeerd daar te doen. Ja, dus jij zegt opleiding is belangrijk en dat kan je daarbij helpen, maar ervaring eigenlijk ook. Ja. Ja. Ja, en ik denk ook wel dat die grenzen heel erg aan het vervagen zijn. Je ziet dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de journalistieke code, dan zie je wel eigenlijk dat iedereen die met een camera naar iets toe gaat, stel er gebeurt een ongeluk op straat of stel je gaat naar een Black Lives Matter demonstratie, noem maar iets, en je gaat daar een stuk van schrijven en je gaat dat proberen te publiceren, al is het maar op je eigen blog of op een social media kanaal, dan ben jij journalistiek aan het bedrijven. En dan is eigenlijk die code ervoor van, hey, hanteer dan principes en maak dan transparant van, hey, ik hanteer bepaalde principes om de werkelijkheid zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. En ik denk als dat je intentie is, ja, dan ben je een journalist. Maar kijk, ik vind... Als je met drie maanden presenteren, vind ik nog niet dat ik kan zeggen, nou, ik ben een doorgewinterde journalist en ik ben gewoon veel meer ondernemer en activist dan journalist. Ja. 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 Een vaste rubriek in onze uitzending is altijd dilemma donderdag. Ja. In dit geval woensdag natuurlijk. We leggen je een aantal dilemma's voor. Aan jou de taak om zo snel mogelijk te antwoorden. Daar hebben we een leuk muziekje bij. Dus regie, muziek. Op 1 of Jinek. Oh, op 1 of Jinek? Als wat? Ik kies wel, op 1 of Jinek. Op 1 dan toch nog. Ja. Presteren of ondernemen? Ondernemen. Journalist of activist? Activist. Een talkshow presteren of college tour?
College Tour lijkt me heel leuk. TV of radio? TV. Sven Kokkelman of Jeroen Pauw? Sven Kokkelman. En Delft of Amsterdam? Delft of Amsterdam? Amsterdam dan. Ja. Nou, je zat een beetje te twijfelen bij Op 1 en Jinek. Ja. Begrijpelijk natuurlijk. Bij de ene heb je gewerkt, de ander niet. Ja, omdat Jinek is ook een one-man of one-woman show. En veel meer een karaktershow. En dat is wel wat mij veel meer aanspreekt. Dat Op 1 is een wat... het heeft wat minder smoel. Doordat het steeds wisselende mensen zijn en wisselende omroepen. Dus daardoor is eigenlijk de karakters van de presentatoren is heel erg ondergeschikt aan eigenlijk de redactie. De redactie is veel prominenter aanwezig ook in het hele proces naar een uitzending toe. En ik denk eigenlijk juist dat het wel heel gaaf is als je, nou ja, net zoals een Matthijs van Nieuwkerk of een Jinek of een Pauw, veel meer het karakter ook van de presentator onderdeel maakt van het gesprek aan tafel. Ja. Ja. Nou, jij was zelf een van de smoelen van Op 1 een tijdje. Ja. En je werd in een korte tijd gezien als een zeer gevestigd persoon in het bedrijfsleven en een graag geziene persoon bij talkshows aan tafel. Ja. Nou, dat leidde ertoe dat je bij de KRO-NCRV een van de presentatoren werd van het programma Op 1. En op 31 januari sprak je bij BNR Nieuwsradio, sprak je daarover, over je start The daar. Friday move. En we hebben daar een fragmentje van. Ja. Mark, gelijk met de deur in huis te vallen. Wat vind je er tot nu toe zelf van? Ja, superleuk. Ik dacht wel echt bij de eerste uitzending, ik ga helemaal dood. Waar ben ik aan begonnen? Zo spannend. En onwijze eer om op zo'n podium te zitten. En dan naast instituut hemzelf, Sven Kokkelman. Dus Sven, dat is echt bizar. En ja, gewoon een enorme kans. En ik besef ook wel een enorme stap. Hè? Het is een enorm grote stap die je in één keer mag maken. Ja. En hoe vet is dat? Dat is toch gewoon meisjesdroom? Nee, dat is hartstikke vet. Waarom zei je gelijk ja? Of heb je nog wel getwijfeld toen ze jou vroegen? Ze vroegen me ergens tussen kerst en oud en nieuw. Dus misschien was het ook een labiel moment. Zo richting het einde van het jaar. Ja? Net na het kerstdiner. Oh, okay. Nee, dat viel mee. Maar ze belden en eigenlijk van we hebben het voorgelegd. Dus het was nog niet zeker. Maar zou je dus een pilotopname willen doen? Dus het was nog niet gelijk van je gaat dit doen. Mm. Maar laten we het even gaan testen. En toen waren ze heel enthousiast over je pilotopname. En toen, ik ga heel eerlijk zijn. Ik ben altijd een meisje met ambities geweest. Op meerdere vlakken. Ondernemen, politiek. Dat steek jij niet onder stoel of banken, Talita. Helemaal niet. En ik heb altijd als jonge meisje, als ik naar de tv zat te kijken, dacht ik, wauw, je zou daar maar zitten. Hoe vet, hoe werkt dat? Wat gebeurt daar achter de schermen? Hoe voelt het om zo dicht op het nieuws te zitten? Daar heb ik altijd naar gekeken en gedacht, dat wil ik ook. Ja. En nu is het zover, dus dat voelt als... En weet je ook waarom ze bij jou uitkwamen? Wat nou de reden was om voor jou te kiezen om jou daarvoor te benaderen? Wat was hun argument? Nou, vanuit de KRO was het, we willen ook wat structureler aan een aantal thema's gaan werken. Ons profileren op duurzaamheid en inclusiviteit en de maatschappelijke thema's van de toekomst, die jonge generatie. Ik had natuurlijk veel bij de talkshows gezeten in het voorgaande jaar over jongere inspraak. Ja, je babbelt lekker mee. Dat deed daar. Ik goed. Ja. Ik heb ook niet nul presentatieervaring, alleen heel veel in het bedrijfsleven. Dus dat is anders als dagvoorzitter en gespreksleider. Op jouw site kun je boeken, dat heb ik gelezen. Precies, inderdaad. Dus ga naar www.talitamuus.nl. Even bijklussen. Nee, en toen zeiden ze eigenlijk van... we zoeken iemand voor het programma die ook een beetje die thematiek meeneemt. En gewoon vanuit de nieuwe generatie, nieuwe presentatiestijl. Ons inspireert, ons uitdaagt en een duo vormt met iemand die al 30 jaar in het vak zit. En dat je vrouw bent, speelde dat ook nog een rol? Of speelde dat totaal geen rol? Tuurlijk wel, dat zal vast wel, ja. Hoe kijk je hier naar terug? Ik vind het heel leuk om te zien. Ik vind Wilfred Gené, dat zei ik net even tegen jullie tijdens het fragment. Ik vind Wilfred Gené ook fantastisch. Zijn manier van het gesprek aangaan. Dat mag, ik hou daarvan. Dat mag wel lekker botsen. Ja. Lekker schuren. En als ik dat dan terugzie, dan denk ik van ik vind het... it's been one hell of a ride, zeg maar. Het is ook uniek dat je 3 maanden een van de grootste talkshows van Nederland tijdens de politieke verkiezingen en ook nog eens tijdens zo'n grote crisis als de coronacrisis, om dan een kijkje achter de schermen te hebben van zo'n groot medium. Ja, het is echt waanzinnig geweest. Ja, je had het al over je ambities richting de televisie. Waarom heb je deze stap nooit eerder zelf gezet? Ik had echt, to be honest, geen enkel idee. Als ik mensen op televisie zag van, hoe kom je daar? Ik heb wel eens een keer gekeken bij BNN, weet je, bij de Academy, van, kan je daar meedoen? En toen dacht ik, dan moest je allemaal audities en weet ik veel wat allemaal. En ik had ook eens een keer met mensen over gesproken die ik wel al kende, die actief waren in de media. En die zeiden van, je bent allemaal managers nodig en audities waar je dan van op de hoogte wordt gesteld via mensen. Van, daar komt een plekje vrij. Ja, ik zat in het bedrijfsleven, dus ik voelde me daar best wel een outsider van. Ik zat niet in de Hilversumse Rolodex-bakjes van om gebeld te worden. En dat veranderde met die talkshows. Ik had het echt wel eerder al gewild en ook geambieerd.
Maar ik had gewoon echt gedacht dat na mijn opleiding en de bedrijfskundige kant en het ondernemen, dat ik die afslag gewoon had gemist. Ik wilde vroeger journalistiek studeren, maar dat liep anders. Ja. Ja. Nou, je ging uiteindelijk samen presenteren met, zoals je hem zelf noemde, instituut Sven Kokkelman. Zeker. Ja. Stond je voor je gevoel in zijn schaduw? Nee. En waarom niet? Dat gevoel heb ik nooit gehad. Omdat we zo anders zijn. Als iemand 30 jaar meer ervaring heeft, dan is het niet eens meer een competitie, weet je wel. Dat is echt zo van, het is zo, het staat, nou daarom zei ik instituut, als iemand zo al op zichzelf staat. Ik heb, weet je, toen ik 10 was, zag ik die man al op televisie als ik ergens naar een programma keek. Dus dat is gewoon zo'n andere verhouding. Ik dacht, hij is op zijn stuk zo een van de beste van Nederland. Een van de beste politieke presentatoren en interviewers van Nederland. Ja, mijn domein is iets heel anders. En ik ben ook voor iets heel anders gevraagd. Gevraagd om die thematiek van jongeren, het perspectief van de jonge generatie op de actualiteit. Ik ben vanuit zo'n andere beweegredenen aan tafel gevraagd. Dat was niet, ja, het voelde dus niet als een schaduw, maar wel als een eer. En iets van, oké, wauw, wat gaaf dat ik daarnaast mag zitten en dan ook iets kan toevoegen. Ja. Ja, je hebt uiteindelijk dus besloten als niet-journalist, ik ga hier toch zitten. Ja. Op welk moment was dat? Werd je wakker en dacht je, ik ga dit doen? Ik werd gebeld tussen kerst en oud en nieuw. En toen heb ik er denk ik 2 dagen over nagedacht. En met vrienden gebeld en met iedereen, de familie, mensen om me heen. Van ja, is dit iets waar ik op in moet gaan? Ik had wel zelf echt, ik mag je echt best wel weten, ik vond het wel heel eng. Ik had echt het gevoel in één keer een soort van gaan debuteren voor 1 miljoen mensen op nationale televisie. Nou, gekke werk eigenlijk. Ik vond het doodeng. Maar iedereen om me heen zei wel van ja, maar dit kan jij. Je kan presenteren. Het is je ambitie. Waarom niet? Weet je, je kan er alleen maar van leren. What's holding you back? Dat is inderdaad misschien angst. Of het idee van ik kan dat nog niet. Of ik mag daar toch niet zitten, want ik ben zo'n nieuwkomer. En toen dacht ik, ja, dat zijn allemaal. Ik heb juist de afgelopen jaren zo'n pleidooi zitten houden voor jongeren. Moeten juist zo snel mogelijk in die Champions League meedoen. Zo snel mogelijk. Weet je wel, en dan gaat er maar wat fout. En dan is het maar niet altijd perfect. Maar je moet, vind ik, jonge mensen ook op het hoogste niveau, op plekken in de samenleving, die leerervaring gunnen. Ja. En het ook echt zien als een verrijking. Niet alleen maar, oh, je bent daar aan het leren, maar ook wat jij doet en hoe jij naar dingen kijkt of hoe je praat, is gewoon iets anders van een andere generatie. Ja, en toen kwam het moment, de eerste uitzending. Ja, toen kwam de eerste uitzending. Daar gaan we even naar kijken. Oh, ja. Burgemeester John Jorritsma is het eindeloos overleg helemaal zat. Er moet nu een besluit worden genomen over de avondklok. En Sarah Langeveld van de Nationale Jeugdraad maakt zich ondertussen grote zorgen over de mentale problemen onder jongeren. Het is 3:10. Welkom bij Op1. Ja, en dan komt er ook nog bij dat de basisscholen en de kinderopvang dicht blijven tot en met 8 februari. Dat zal tot het verdriet zijn geweest van heel veel ouders en ook wellicht kinderen. Minister moet ik eigenlijk zeggen, Slob. Waarom nu deze beslissing om tot 8 februari dicht te blijven? Nou, het is niet alleen een grote teleurstelling voor hen, ook voor mij. Eerst serieuzer nieuws. De avondklok die lijkt weer een stap dichterbij te zijn gekomen. Denk ik ook wel een van de redenen waarom die mensen net natuurlijk hier op het Museumplein stonden. Ze vrezen het al, meneer Kluitmans. Kunnen jullie nou inmiddels aantonen hoeveel effect zo'n avondklok daadwerkelijk heeft op die besmettingen? Hoe was deze uitzending? Ja, dit was echt doodeng. Ik weet niet eens hoe ik dit heb overleefd. Ja, dat is echt heel heftig. En die zenuwen, ik dacht dat bijna mijn hart uit mijn borstkast zou gaan bonzen gewoon. Omdat het is zo ongelooflijk spannend. Je wordt gewoon heel zelfbewust. Maar ik merkte wel, en zeker naarmate de andere uitzendingen kwamen, dat er ook wel halverwege, dat jullie ook hebben met presenteren, toch ook wel een soort rust door je heen gaat. En dat je na afloop echt denkt, yes, dit is wel wat ik leuk vind. Dit is wel waarin ik voel waar mijn talent ook zit. En dat gun je, ik gun dat iedereen, dat het gevoel dat je merkt van, hey, mijn talent valt samen op dit moment. Dit is wat ik leuk vind echt om te doen. En ook wat ik kan en waar ik misschien wel voor geboren ben. Dat gevoel, ja, dat is zo fijn. Ja. Heel dankbaar ook. Maar het was doodeng. En die eerste weken dan bij Op1, voelde je je daar op je plek? Nee, dat niet. Het is wel een compleet andere wereld. De mediawereld, ik voelde me wel echt het buitenbeentje. Er waren al heel veel. Het was alsof ik in een familie binnenstapte. Alsof je bij je schoonfamilie komt, zeg maar. Die eerste keer dat je met ze op vakantie gaat. En iedereen alle grappen met elkaar en familieverhalen al kent.
En jij zit daar echt zo ongemakkelijk bij. Van, ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Dus er waren heel veel running jokes en gags. En ik was echt de buitenstaander. Maar het zat ook wel op andere vlakken. De mediawereld is in mijn optiek een stuk emotioneler dan het bedrijfsleven. Dus mensen zijn heel erg bezig met de waan van de dag. En met heel veel, is er gewoon veel emotie. Wordt heel emotioneel met elkaar omgegaan. En dat vond ik best wel wennen. Ja. Ja, je vond het natuurlijk wennen. En een paar weken later ontstond er veel ophef en discussie binnen de publieke omroep. Ja. Om jouw activistische uitlatingen buiten op één om. Nou, een voorbeeld hiervan is deze tweet. We hebben hem hier. Ja. Ja, dat was inderdaad wel een kater. Ja, dat was een kater met een kater wakker worden, zoals je al zegt. Ja. Nou, je zegt hier, je roept mensen op om naar het Museumplein te komen. Ja. Om na te praten, volksberaad. Ja. Precies, okay, een volksberaad. Ja. Nou, we hebben een fragmentje van jou dat je daar ook bent. Oh, echt? Er zijn een paar dingen, denk ik, gebeurd in zijn totaliteit. En dan inderdaad ook nog eens het feit dat dan erboven komt uit die stukken dat hij wel degelijk Omtzigt's naam heeft genoemd. Als burgers ben je daar ook onderdeel van die dialoog. Ik denk dat we nu met elkaar de dialoog moeten aangaan van wat is hier nou gebeurd? Hoe gaan we nu vooruit? Wat zegt dit nu over onze democratie? Met elkaar moeten we denk ik proberen iets van een, toch een geluid te laten horen. En het nieuwste op één duo bestaande uit Talita Muse en Sven Kokkelman is ook weer het eerste dat gaat vertrekken. Zojuist bevestigt WNL-omroepbaas Bert Huisjes aan ons dat de zondaguitzendingen van op één na 4 april niet doorgaan. Hij zegt dat komt door het budget. En het was ook al vanaf het begin de bedoeling dat Sven en Talita alleen de verkiezingen zouden verslaan. Rob, wat denk jij? Het is wel vreemd dat ze ineens weer weg zijn. Nou ja, ze zijn deze week ingelicht dat ze zouden stoppen. En dat strookt natuurlijk niet helemaal met het beeld dat ze al vanaf het begin wisten dat het een tijdelijk ding was. En je zei, ik heb dit nooit gezien. Is dat bewust of is het ontgaan? Ja, het stukje van Boulevard niet. Nee, maar dat op een gegeven moment ga je ook alles een beetje buitensluiten. Dat vond ik ook wel het heftige aan werken in de media. Is dat je moet wel je wereld heel klein maken, omdat het gewoon te intens is om al die reacties en al die commentaren van Angela de Jong tot aan Boulevard tot aan shownieuws. Dus je wereld wordt heel klein. Dat is niet zo leuk. Nee. Dat is helemaal niet leuk. Nou, en in het fragment wordt gezegd, er was te weinig budget. En Sven Kokkelman heeft de laatste uitzending alleen gedaan. Ja. Was dit door te weinig budget? Nou, dat is weer iets anders. Dus eigenlijk dit fragment was al iets eerder. Dat toen werd aangekondigd dat in ieder geval de zondag niet doorging. Maar toen hing nog wel boven de markt of wij misschien als een duo wel zouden doorgaan in de week. En toen kwam die laatste uitzending in de buurt. En toen is door inderdaad het volksberaad waar ik toe had opgeroepen, is er een conflict ontstaan. Waardoor aan mij is gevraagd of ik de laatste uitzending niet wilde praten tijdens het politieke item. Ja, want dat waren eigenlijk vond ik eigenlijk onacceptabel. En toen heb ik inderdaad gezegd, ik doe de laatste uitzending niet. Ja, want er werden eigenlijk door de KRO en CV een aantal eisen gesteld waar jij je aan moest houden. Ja. En jij hebt toen gezegd, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Nee, er werd gevraagd om tot zeker 17 tot 20 minuten in de uitzending, dus dat is nog een derde van de hele uitzending, om stil te zijn, niet te praten, geen aankondigingen doen, geen filmpjes aan te komen, niks te doen. Ja, dat vond ik echt een hele vergaande eis. Want ik denk, ik ben inderdaad in opspraak geraakt. Dat zal ik erkennen. Ik ben in opspraak geraakt. Ik ben onderdeel geworden van het gesprek, van het debat, door die oproep te doen. Dus dat moet je wel benoemen. Dat begrijp ik. En daarmee ben je ook kwetsbaarder aan tafel. Omdat een tafelgast kan zeggen van, hé, maar ik doe hier mijn verhaal. Maar jij stond ook daar, hè, dat ingewikkeld. Maar dan moet je dat denk ik benoemen. Ja, tuurlijk maakt het je kwetsbaar. En tuurlijk is dat neutraal? Nee, dat was het niet. Dat was zeker niet neutraal, maar ik denk niemand is neutraal. Er is nog geen neutrale journalist denk ik, in Nederland te vinden. Nee. Dus maak het dan juist bespreekbaar. Maak het juist onderdeel van die uitzending. Nou, dat heb ik voorgesteld en die mogelijkheid was er niet. Dus toen was dit de enige conclusie die ik toen helaas kon trekken. Wat heel jammer was. En stel je had bij een andere omroep gezeten. Had je dan meer vrijheid gehad, denk je, om dit soort uitingen te doen? Ik denk het misschien wel. Ik denk wel dat er in alle omroepen hier verschillend naar kijken. Ik denk dat WNL en BNN, BNN daar wel een andere kijk misschien op hebben. Ik denk wel dat voor alle omroepen geldt, en dat zie ik wel beter in Nederland, is dat die neutraliteit, en misschien is het ook wel iets van onze jonge generatie dat wij daar doorheen prikken, is dat ik zie een beetje twee scholen. Een klassieke school, misschien oudere generatie journalisten, die zeggen van je moet echt zo neutraal mogelijk ten alle tijden zijn. Vermijd iedere contacten met politici op de foto staan. Dat je op vakantie gaat of weet ik van wat. Weet je, vermijd iedere vorm van de schijn van dat je niet neutraal bent. En dan is er ook een jonge generatie die zegt, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar wat wij als neutraal zien, dat is helemaal niet zo neutraal. Neem vandaag de laatste dagen maar zo'n voorbeeld van hoe wij verslag doen van deze politieke crisis. Als je bijvoorbeeld heel vaak zegt als media,
Omtzigt frustreert de formatie. Dat is geen neutrale uitspraak. Nee. Je ziet nu ook heel veel kritiek internationaal op hoe er over de Palestijnen en de Israëlieten wordt gecommuniceerd. Alsof dat een botsing is van twee gelijke machten. Al die keuzes die je maakt in hoe je de kop bepaalt van je artikel alleen al, of hoe je je tafel samenstelt, daarin maak je menselijke afwegingen gebaseerd op je eigen vooroordelen, op je eigen opvoeding, op je eigen achtergrond. Mijn stelling is heel erg, geen journalist is neutraal, maar maak juist bespreekbaar waarom je niet neutraal bent. En probeer aan tafel dan wel zo goed mogelijk een gesprek te voeren. Ja, je sprak in een podcast over media, over morele leegte en autoriteitsdiscussies. Ja, uitspraken die later nog vaker terugkwamen. We hebben daar een fragmentje van. Wat mij daar in ieder geval is opgevallen, is je hebt weinig middelen om dingen te onderzoeken. Dus je hebt niet de onderzoeksredactie van een krant. En dat is ook niet, daar wordt ook niet mee samengewerkt. Dus nou ja, ik zit daar en die avond komt Ab Osterhaus. En Ab Osterhaus die verwacht dat de Britse variant volgende week heel groot in Nederland is. Maar ik kan dat niet laten controleren. Dus ik kan hem alleen maar vragen of hij denkt dat zijn cijfers kloppen. Ja. Maar dat vind ik gewoon een hele zwakke controlefunctie. Ja. Dus wat ik heel vaak merk is, je kan alleen maar procesvragen stellen. Alleen maar van oké, maar wie zegt dat? Waarom zegt u dat? Wat gaat u doen als het niet zo is? En wat moeten we? Dus je stelt zeg maar heel veel wie, wat, waar, waarom zeg je dat en zo. Maar ik heb geen eigen informatie die ik zelf kan ontwikkelen. Bronnen die ik zelf kan spreken. Andere alternatieve scenario's of datasets of wat dan ook. Terwijl die er wel zijn. Ja, je hebt het hier over het ontbreken van eigen informatie. Had je als presentator dan ook wel eens het gevoel, ik ben het echt niet eens met de inhoud? Ja, maar dat zijn wel twee dingen. Kijk, dat je het niet eens bent met de inhoud persoonlijk. Daar kan je het achter de scherm met elkaar ook over hebben. Van ja, persoonlijk vind ik dit echt geen goed argument. Of deze partij, of weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar dat moet je dus juist scheiden. Dat is dus denk ik die kunde, dat je dat die persoonlijke mening achterwege laat. Maar ik denk dat je wel moet kijken van, heb ik de voldoende informatie om de beredenatie van mijn gast aan tafel, want die heeft een bepaald betoog, die heeft dan gewoon een belang. Ik denk dat het vooral is wat ik ook hier probeer te zeggen, is van iedereen zit daar met een bepaald belang. Het zijn gewoon machtsfactoren. Dus er zit een politieke partij die wil gewoon jouw podium gebruiken om een bepaald beleid te verdedigen of aan te kondigen. Ja. Dus ze hebben er een belang bij om hun eigen standpunt over het voetlicht te brengen. En dat mag ook. Alleen ik moet dan wel de informatie kunnen hebben of het onderzoek om ook de argumenten die zij aanhalen om te bewijzen dat wat zij zegt klopt, om dat ook te kunnen controleren. En dat was gewoon heel vaak, was dat eigenlijk helemaal niet het geval. Het coronabeleid is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. Ja. Als je alleen maar vragen kan stellen over van oké, maar wanneer hebben jullie dan de Kamer geïnformeerd, of wanneer waren jullie dan in het katshuis eruit of niet, of met wie heb je nog gesproken, dan ben je eigenlijk gewoon verslag aan het doen van de verschillende kleine processtapjes, zoals ik dat noem. Terwijl eigenlijk het fundamentele, zo van, maar is dat cijfer waarop we nu dan baseren, of wel of niet op de IC's, of op basis daarvan er versoepelingen wel of niet mogelijk zijn. Ja, dat moet je zelf denk ik als journalist toch moeten kunnen controleren. Want anders ga je eigenlijk al mee in het hele pleidooi wat jouw gast aan het houden is. En dat wordt dan in één keer uitgezonden naar 1 miljoen mensen. En dan is het al gebeurd. Te laat. Ja. Is dat te laat. In dezelfde podcast vertel je dat je minder inbreng had op de redactie dan misschien wel gehoopt. Ja. Was het achteraf naïef van je om te denken dat je meer inbreng zou kunnen hebben? Nou, je zou toch hopen dat bij een van de grootste talkshows van Nederland, dus als je het weer teruggaat naar van het is een controlefunctie op de macht. Ik denk niet naïef, ik denk dat zo zou het, denk ik, dat zou wenselijk zijn, dat daar een onderzoeksredactie is. En denk je dat jij je daar op hebt verkeken bij talkshows aan zich? Of denk je dat het bij Opeen zo was? Omdat er natuurlijk veel verschillende presentatoren... Ik kan niet oordelen over die andere talkshows. Ik heb wel gesproken met andere mensen van andere talkshows en die zeggen dat er ook niet is. De vraag is wel terecht, inderdaad misschien dan wel naïef van, moet je dat verwachten überhaupt van talkshows? Hebben talkshows, hechten we niet te veel waarde aan talkshows? Zouden talkshows ook niet gewoon moeten aangeven, wij zijn meer een soort entertainment met bekende mensen uit Nederland, met bekende Nederlanders, babbelen we wat over het nieuws ter entertainment. Maar het is niet dat je van een talkshow mag verwachten dat daar de echte tegenmacht ligt en de fact-checking. Mm-hmm. Die is er dus in ieder geval bij Opeen, vind ik, onvoldoende. Maar ik vind, maar waar dan? Hè? We zijn niet zo heel veel plekken meer. En je ziet ook juist dat de publieke omroep ook steeds meer richting entertainment verschuift. Dus waar zijn dan wel die plekken, los van de kranten, wat maar een heel klein publiek is, denk ik toch dat je op televisie
Dan zou moeten investeren in toch televisieprogramma's, actualiteitenprogramma's die steviger onderzoek doen. Ja. Ja. Hoofdredacteur Bert Huisjes van Omroep WNL zei in de Radio 1 show dat de 2 maanden die jij meewerkte met Op 1 eigenlijk tekort waren om duidelijk te krijgen waar de omroepen voor staan. Kan je hierin vinden? Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, want ik heb observaties van 2,5 maand, 3 maanden. Ik denk wel dat je als nieuwkomer, dat zou ook echt wel we komen zo meteen bij tips. Maar juist als je een nieuwkomer bent, zijn je observaties het allerscherpst. Hoe lang je ergens in zit, hoe meer je onderdeel wordt van de logica van waar je werkt. Dat is als je kijkt naar veranderkunde of als je ergens onderzoek gaat doen, dan juist je frisse observaties, als je ergens de eerste 2, 3 maanden komt, zijn het meest waardevol. Daarna hoor je al helemaal onderdeel van die cultuur en dan gaat je norm gaat verschuiven en dan ga je het normaal vinden. Dus ik deel het niet helemaal. Aan de andere kant deel ik het wel, dat ik heb maar zo'n klein deeltje gezien van het hele omroepenbestel. Ook maar 1 programma. Alleen op de zondag. Ik heb daar niet een jaar rondgelopen. Ik heb niet bij de andere omroepen kunnen kijken. Dus natuurlijk, mijn observaties zouden nog aangevuld kunnen of moeten worden door anderen. Om dat te bevestigen van, hey, dit herken ik ook. En ik heb ook wel veel reacties gehad van andere presentatoren en journalisten. Die zeggen, ik herken je beeld. En sommigen ook zeiden, nou, het klopt niet helemaal. Misschien is dat alleen in jouw situatie zo geweest. Dus ja, ik deel het deels wel met hem. Ja. We willen even een uitspraak van je laten zien bij de grote beïnvloedingsshow in juni 2020. Ja, er zit ook wel bij mij een missie onder. Ik heb altijd een soort fascinatie van op plekken komen waar je eigenlijk niet thuis hoort. Waar je eigenlijk niet bij mag horen. Ja, een heerlijke uitspraak. Een heel kort fragmentje. Dat was ik alweer vergeten. Een fascinatie om op plekken te komen waar je eigenlijk niet thuis hoort. Dat is dus dan wel op één. Ja, dat klopt dan wel. Waar komt die fascinatie vandaan? Ja, wil je dat niet? Dat je gewoon even, ik vind het altijd leuk om ergens achter de schermen te kijken. Of het nou bij Cox is in de keuken van een sterrenrestaurant. Of ik zou heel graag even bij de IVD. Of zo, vooral bij plekken waarvan je niet weet hoe het eraan toe gaat. Dus dat zijn mediaredacties, dat zijn de achterkamertjes van de politiek. De cockpit van een vliegtuig. Weet ik, weet je, dat soort dingen. Denk, dat zou ik wel echt even heel graag willen meekijken. Maar ook in de operatiekamer. Mijn nieuwsgierigheid is wat dat betreft wel heel groot, dat overal gewoon bij plekken waar je zelf niet onderdeel van uitmaakt, wil ik gewoon zien van, hoe praten mensen daar, hoe gaat het daar aan toe, hoe ziet het er nou echt uit? Ja. En binnen jouw vakgebied, wat gaat dan de eerste plek zijn waar je de volgende keer binnen wandelt? De politiek is natuurlijk de volgende keer. De politiek is dan nog de volgende, ja, bedrijfsleven, media, dan zou ik toch wel echt in het hart van de politiek ook eens. Natuurlijk, als je nu zo ziet, deze crisis, dan wil je toch gewoon kijken van, hoe gaat dat nu in zo'n ministerraad eraan toe en wat. Hoe komt het, hè? Hoe komt het dat we nu in deze situatie belanden? Dus een dagje met Rutte meelopen. Ja, precies. Wie weet, Rutte. Nou, Rutte mag van mij wel weg, maar we schrijven niet ons Soelenbank. Iemand anders. Nee, maar ook met Rutte. Want natuurlijk is het fascinerend om te kijken hoe hij zijn vak uitoefent en wat je daarvan kan leren. Ik denk wel van iedereen kan je wat leren. Ik ben heel vaak heel kritisch. Maar de andere kant is ook wel dat ik het gewoon echt oprecht heel erg interessant vind om van iedereen te leren. Ja. We zijn aangekomen bij de tips voor studenten. Ja. Heb jij een ultieme tip voor de studenten thuis? Een ultieme tip voor de studenten thuis. Vertrouw je eigen observaties. En wees niet te bang om de gevestigde orde daarin ook te challengen. Dus als je zelf bij jezelf van binnen voelt van, hey, intuïtief of principieel of met hoe ik naar dingen kijk, schuurt het nu voor mij? Schrijf het op. Dat zou een belangrijkste tip zijn. Doe heel veel aan journaling, aan opschrijven. Schrijf je observaties, je gedachten op. Want je vergeet ze later. Je gaat dingen normaal vinden. Bespreek het met anderen als je dingen ziet gebeuren waarvan je denkt van, hey, hier denk ik toch anders over. Of vanuit mijn opleiding journalistiek hadden wij dit toch heel anders geleerd en nu vinden ze dit hier normaal. Neem dat serieus. Neem jezelf serieus in je eigen observaties en spreek ze uit. Mooie tip. Mooie tip. Ja, daar kunnen de studenten thuis zeker wat mee. Hey, voor jou, voor je toekomst. Ja. Waar gaan we je zien? Ja, ik heb geen idee. Ik houd het altijd heel erg open. Ik heb nooit heel erg vastgelegd van dit en dit ga ik doen. Ik zou het wel heel leuk vinden om binnen de media actief te blijven. Dus ik weet nog niet in wat voor rol. Ik vind presenteren heel leuk, maar het lijkt me ook heel gaaf om wat meer documentaire-achtige programma's te maken. En dus ook veel meer bij het maakproces betrokken te zijn. Ik heb bijvoorbeeld een droom om jongeren in Europa te gaan spreken. Omdat nu met Volt die hele Europese politieke generatie opkomt. Van, nou, hoe praten jongeren in Italië of in Bulgarije of in Griekenland over politiek? En wat hebben we met elkaar gemeen? Dus dat lijkt me heel vet om daar iets mee te gaan doen.
En verder blijf ik ook gewoon lekker ondernemer. Ja. Dus, nou, één ding staat wel vast, je boek. Je bent ermee bezig. Ik ben bezig met mijn boek inderdaad. Daar was ik voor op één, was ik daar een half jaar aan het schrijven. Daar komt zeker een hoofdstukje media bij. Maar het gaat eigenlijk meer over hoe de jonge generatie van waarde kan zijn op die topbestuurlijke plekken. En daar is de media er één van, maar ook vooral de politieke plekken en de boardrooms. Cool. Ja. Wanneer kunnen we hem verwachten? 1 augustus is mijn deadline qua schrijven en dan in het najaar in de winkel. Dus dat moet ergens september, oktober moet dat gaan lukken. We gaan het in de gaten houden. Ja. Ja. Dit is al aardig aan het einde van de uitzending. Ja. En we hebben leuk nieuws voor de mensen thuis, want we gaan meer bonus maken. Yay! Yay. Volgende week maandag zijn we namelijk alweer terug. En dat is met deze gast. Ja, als je zoiets zegt, stoer, spannend, dan begin ik me eigenlijk pas zenuwen. Koningin Beatrix en haar familie hebben Koninginnedag gevierd in Brabant vandaag. Ja, Amerika is geraakt recht in het hart. De wereld is geschokt. Een serie terroristische aanslagen waarbij gekaapte passagiersvliegtuigen zijn gebruikt als bommen, heeft het World Trade Center weggevaagd uit de skyline van New York. Het was mijn laatste uitzending. Het was een voorrecht om voor u het RTL Nieuws te mogen lezen. Een voorrecht om te mogen presenteren, maar zoveel getalenteerde, gepassioneerde mensen zo ontzettend hard aan werken. Ik zag er vreselijk tegenop. Zo cool. Maar wat hij zei, en dat zei Harm ook, van ja, de radio, hè. Dus blijkbaar is het toch bij iedereen wel iets blijven hangen van, oh, het is de oude liefde. Oké. Okay. Okay. Marienke, samen, goedenavond. Ja, doen we. Okay. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Suzanne leuk. Bosman dus. Nieuwslezeres, presentatrice, radio, RTL Nieuws. Eén vandaag echt heel veel. Ja. Talita, heb jij een vraag voor Suzanne Bosman? En je mag hem in deze camera stellen. Ja, Suzanne, nou, superleuk dat je hier volgende week zit. Ik ben heel erg benieuwd wat het meest historische moment is waar wat jij hebt mogen presenteren als nieuwslezeres. Dus wat er gebeurde. Ik zag al een fragment van 9/11 voorbij komen. Maar ik kan me zo voorstellen dat er iets bij jou top of mind is waarvan je denkt van dat was wel echt een heel bijzonder historisch moment wat ik als nieuwslezeres heb mogen presenteren. Nou, aankomende maandag krijg je het antwoord. Ja. Voor jullie thuis, Talita sowieso bedankt voor je komst. Graag gedaan. Was leuk. Dank en jullie thuis, fijn lang weekend, geniet ervan. En we zien jullie aankomende maandag. Zeker. Heb je nou vragen voor Suzanne Bosman, slide in onze DM's. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. Doei.